Papa houdt hem vast. Baby Luan. Ergens. Spannend. Overheid alles. Oh, blaas. Ja, ik glij niet. Woehoe. Lekker brownie, hè? Lekkere barbecue lucht. Een hele goeie. Goedemorgen. Welkom in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's. Ja. Familievloggers. En vandaag is een hele bijzondere dag. Ja. Want vandaag is er iemand jarig. Luan is jarig. En hoeveel jaar wordt Luan? 10 jaar, jongens. 10, wat een mijlpaal. Goedemorgen. En mijn ogen is Lucius. En mijn ogen. Luxie heeft een heel mooi make-upje opgedaan voor de verjaardag. Kijk, heel mooi. En een hele mooie jurk aangedaan. Mama ook trouwens. Lucius en ook. En Lucilla heeft ook, En maar vandaag. Ja, is een gokje. Maar vandaag zijn ze nu nog niet hier. Want waar zijn Luan en Lucilla? Bij opa en oma in mijn caravan. Ze zijn aan het logeren bij opa en oma in de caravan. Gisteravond was het weer feest in de schuur bij opa en oma. Ja, jongen. Oh, mama. Ja. Want hier heb ik nog ook een jas in. Wat dan? Verrassing. Ja. Opa en oma hebben ook een verrassing voor Luan. Ja. Ja, opa en oma die hebben een hele grote verrassing voor Luan gemaakt. Dat staat in de schuur. Heeft hij nog niet gezien. Wij hebben dat al wel gezien. Ja. Heel erg leuk. Gaat voor Luan wil jij toch? Ja. Hey, ga jij zo zitten, jongen? Hé, hey, dat is goed van jou. Ach, liefie. Ja, je ziet de ballonnen, hè, jongen? Lucius die zag weer vanochtend overal ballonnen. Want kijk eens wat wij hier hebben gemaakt gisteravond. Kijk. Ja. 10 jaar. 10 jaar voor Luan. Voor Luan. En we hebben een kaartje erbij gelegd. En zo'n leuke taart waar een verrassing in zit. Mam, hier zit een cadeau. Daar zit een cadeautje in. En dan moet je ergens op en dan moet je slaan, om hem open te maken, hè? Ja. Komt daaruit. Ja, dan gaan we eens kijken hoe dat gaat. Kijk dan, Lucius, die is helemaal zelf op dit stoeltje geklommen. Hij wordt al groot, jongens. Kijk. Je bent er zelf opgeklommen. Op je wipwap. Dat vindt hij mooi. Gisteren, dat Sjoerd. Ja. Met tandjes kijken naar... Ging die tandjes kijken? Met 4. Hij heeft al 4 tandjes. 4 tandjes. Oh, schatje. Je bent al zo groot, hé. Maar niet alleen jij bent groot, maar ook jouw broer is heel groot geworden vandaag. Kijk, we hebben alles een beetje versierd gisteravond. Hier hebben we ook nog 10 opgehangen. En daar mooie slingers opgehangen. Dus het is nu even wachten tot Luan wakker wordt en hierheen komt. Was ik al begonnen aan een ontbijtje te maken. Het zonnetje komt vandaag op. We hebben een heerlijk dagje vandaag. Het is vandaag trouwens rustig met visite. Sowieso opa en oma. Tante komt nog. Alleen, er zijn heel veel mensen ook op vakantie en zo. Neefjes waren er ook niet. Dus het is gewoon lekker klein met ons eigen clubje. En straks lekker spelen op het waterpark wat we gisteren hebben opgebouwd. Wat jullie hebben gezien. En Luan mag natuurlijk zijn verjaardagsfeestje vieren. Als straks ook iedereen weer thuis is van vakantie. En met zijn vriendjes een kinderfeestje. Dat komt allemaal weer. Als straks de school weer is begonnen en zo, zeg maar. Vandaag staat hij lekker in het middelpunt. Is het echt helemaal zijn dag voor hem. We hebben alle leuke ballonnen aan alles opgehangen. Om hem lekker in het zonnetje te zetten vandaag. Maar we beginnen vandaag met een lekker ontbijtje. Dus ik had al vanochtend even de broodjes in de oven gedaan. En ik was net van plan deze meloen even lekker aan te snijden. Dus jongens, kijk vandaag weer gezellig met ons mee. Oeh, de bel gaat. De bel gaat. Goedemorgen, Lucilla. Zie je ook weer hartstikke mooi uit. En kijk eens. Hallo. Onze jarige Jop. Wat ruik je lekker, kerel. Ja. Heb je daar geurtje op gedaan? Ja. Zo. Nou, lang zal hij leven. Lang zal hij leven, lang zal hij leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hiepiedepiep, hoera! Hiepiedepiep, hoera! Gefeliciteerd, jongen. Super, dankjewel. 2 cijfers, hè? 2 cijfers? 10. Ja. En 10. En wat ik al zeg, over 90 jaar... Wordt het er 3? Happy birthday. Oh, daar is papa. Happy birthday, grote Luan. Happy birthday to you. Hippelepiep. Hoera! 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 We hebben een tiener in huis. Nou, het is tijd voor de cadeautjes. Ja. Nou, Lu. Luxie heeft eerst een kaartje voor je. Happy birthday. Ja. Zo. Hoera, Luan. Hoera. Luan is 10 jaar. Lieve Luan, 10 jaar geleden... Met jou maakten we alles voor het eerst mee. Vooral wie je bent. Gewoon jezelf. En geniet van de reis van je leuke... Van je... Leven. Waarmee gaan we beginnen? Drinken. Deze. Wat is dit? Een handspom. Oh? Ja, dan moet papa eigenlijk even iets bij vertellen. Ja. Een handpomp, vriend. Eigenlijk zouden we je vandaag meenemen. Of gisteren al mee willen nemen naar de fietsmaker, want die was op maandag terug. Dus morgen gaan we met jou een nieuwe fiets uitzoeken. En dan hoort een handpompfiets bij, waar je dan op je bandenspanning altijd goed mee kan oppompen. Noem het klein. Dit is ook heel handig. Let's fietslampjes. Ja, als het 's avonds donker is, dan kan ik deze mooi aandoen. Eentje voor en eentje achter. Ja. Dankjewel. Wil je mee helpen? Aha, ja. Oh, wat cool. Zo'n mini gameautomaatje. Dat je ook in zo'n game al hebt. Eens kijken, een minigame-automaatje. Nee jongen, vroeger hadden ze geen handcomputers, maar hadden ze die in speelhallen staan. Ja. Dan kon je daar eens van die Pac-Man opspelen. Dan kun je batterijtjes in doen. En dan heb je toch een soort speelhalgevoel op de spoel. Mario Party! Die is wel iets, toch? Oh ja! Mario Party. Het zijn allemaal mini-spelletjes volgens mij. Voor je Nintendo. Hm? Super, dank je. Wat is dit dan voor? Deze is de voorkant. The Secret voor jongeren. Voor jongeren. Dit is een boek dat papa en mama zijn gaan lezen toen bij verkering. Het is een heel mooi boek wat je leert positief te denken. Altijd denken vanuit mogelijkheden. En die was dus ook in een versie voor kinderen. Die kun je lekker gaan lezen, opdat je dat ook goed kan gaan toepassen in jouw nu 10 jaar geleden. Wauw, super dankje. Dit is heel leuk. Kijk, ik ga wat erin doen. Dat is cupcakes. Nee. Meen je niet? Doe normaal! Droomvliegen. Oh. Kun jij leren droomvliegen? Oh, liefjes. Ja. Oh, wat cool. Er zit ook echt een cameraatje in. Ja, je kunt je iPhone erbij gebruiken, net als papa. Ja, die kun je hier zo. Die kun je hier. Dan kun je daar met een drone gaan oefenen hoe je daarmee kan vliegen. Want je wil bij papa altijd oefenen. Klopt. En nu kan je met je eigen drone gaan oefenen. Super, super, super cool. Gaan we zo meteen aan de laden. Ja, dan kun je straks met opa en oma vliegen. Over het waterpark heen. Ja, hoe tasje. Ja, dat gaan we mee meenemen. De baren. Zo, en die zo. En die eerst. En dan die. Wow. Leuk hè? Die had je niet verwacht hè? Nee, die had ik echt niet verwacht. Die had je niet zien aankomen. Ze mogen altijd meehelpen. Dan krijgen we dus reacties van waarom helpen ze mee, maar dat zeggen we altijd hè? Vind je ze leuk? Hey. En hamburgers. Een hamburgerkussen weer op je bed jongen. Op je tienerbed hè? Ja. Heerlijk hamburger. Ja. En een laatste cadeautje hè? Wat zou dat nou zijn? Ja, morgen echt je laatste cadeau, dus de fiets. Ja. Ja. Oh, precies. Ja. Gamen. Wat is dat? Ja. Kijk. Die had hij uitgezocht, hè? Die wist hij al. Ja, deze wist hij al. En die had hij uitgezocht in de winkel. Oh, die kleuren. Felle licht. Nou jongen, doe hem om. Doet hij het al meteen? Ja. Of papa hem nog goed zetten? Hij had hem goed gezet. Had hij in de winkel gedaan. Ah, oh, top. Roosje. Man, het is ook echt met de seconde erbij. Oh, het telt echt? Ook de seconde. Oh, dat is handig. Wauw. Wat een mooi. Kijk dan. Leuk jongen. Super stoer. Kwart over. Ja, staat super goed. Ja, dat is voor ons ook heel stoer. Kwart over. Ja. We zijn klaar voor het schoolritme. Leuk jongen. Feliciteer. Maar we hebben nou nog eentje. Nog en is dat hier? Ja, kijk. Oh, ja. Dat is dit. Dat hebben we eigenlijk nog nooit gedaan. Dus ja, ik zat zo van, oké, hoe moeten we hem nu gaan openmaken? Een pollepel, ik hou vast. Een pollepel? Ik weet het niet. Een pollepel te laag. Ja, ik denk dat je een soeplepel moet pakken, anders ga je hem denk ik niet open krijgen. Had je eigenlijk moet je hem ergens ophangen, maar we kunnen hem niet echt ophangen of zo hier. Dus, nou, deze die moet natuurlijk wel op. Gaan we draaien? Ja, gaan maar. Ja. Niet dat hij ergens anders tegenaan slaat. En Lucius zit daaronder. Ja, oké. Ja. Ja. Nou. Papa houdt hem vast. Oh. Ja, hij heeft kracht hoor, een tiener, hé papa. Ja. Goed zo. Goed zo. Woe. Oeh. Is hij open? Nog niet, nog niet. Ja, zo. Kom op, jongen. Ja, ja, ja. Oh, wat zit erin? Wat zit erin? Stoppies. Wat zit erin? Oeh. Oeh, het laatste cadeautje. Nou. Een mooie zegelring. Hoop dat die past, kerel. Maat 16. Wauw. Kijk dan, jongen. Kijk dan. Wat vind je ervan? Het is super mooi. Nou, die ruil ik nog heel even eentje om voor een maatje kleiner. Goed? Maar vind je hem wel leuk, die ring? Ja, maar waar heb ik het gekocht dan? Ja, dat waren je cadeautjes. Dank je. Dan gaan we vandaag gewoon lekker een dagje genieten. Ja. Het wordt lekker weer. Opa en oma zijn er, tante Sonja komt. Opa en oma, die hebben we ook nog. Hebben die ook nog een verrassing? Nou, dan gaan we dan maar eens tussen weer eens even een ontbijtje eten, kerel. Mama heeft lekkere broodjes in de oven en we lekker een meloen op tafel. We niet het allemaal leeg snoepen, kleine snoepkont. Ze denken, hé, daar is baas nu aan. Lekker eten. Eet smakelijk, visjes. Eet smakelijk. Nou, en dan krijgen wij er ook wel flinke tijd van. En kijk eens wat mama heeft gefabriceerd. Lekker ontbijt. Een heerlijk ontbijt. Oh, lekkere watermeloenlusjes. Ja, vis ontbijten, Luan, wij ontbijten. Toppie, jongen. Top, top, top. Wat mama en papa net vertelden, mama schreef dat mooie verjaardagskaart aan jou. Van met jou was de eerste keer. Kijk, deze foto kreeg ik vanochtend als herinnering. Oh. Met baby Luan. Ja, met Luan hebben we alles de eerste keer meegemaakt. Dan gaan we nog steeds weer allemaal nieuwe dingen meemaken. Leuk hè? Ja. Hij is de eerste tiener. De eerste tiener nu hè? Leuk hè Lu? Smakelijk allemaal. Smakelijk. Ja. Luan met zijn horloge. Kan je goed digitaal kijken, kerel? Zeker. Ja, hoe laat is het? Het is nu... het is nu 6:30. 8 seconden. 8 seconden. Mama, ze hebben 200 spelletjes. Oh, Luan heeft de batterijtje gedaan. Hoeveel spelletjes zitten erin? 200. 200? Nou... Vroeger moest ik daar 1 gulden in gooien en dan kon je 5 minuten 1 spelletje spelen. Ja. Ja, dan zei ik, opa, mag ik een gulden? Dan zei mijn oude opa, ik heb geen gulden meer. En wat is een kleine rimboemannetje aan het doen? Hé, een adventure, wat ben je aan het doen? Mooi avontuur hier. Ja, Hij ziet stekkers in een bloempot. Niet aan de stekkers. Die hebben we al extra overlegd. Die hebben daar bewust in gelegd. Dan kun je er niet bij. Dat is het allermooiste. En onze 1-jarige, die wordt geduwd door onze 10-jarige. Zo, kijk ze gaan. Wauw. Dat vindt hij mooi, hè? En dan nu is het zover, jongen. Gaan we eens even kijken. Bij opa en oma. Lucius heeft lekker in de draagzak gedaan. Gaan we eens even kijken wat opa en oma allemaal voor jou een petto hebben, kerel. Opa kon ook niet wachten. Die hebben vanochtend ook lekker uitgeslapen. We waren er nogal vroeg bij vanochtend. Vooral met die kleintjes. Altijd vroeg wakker. Maar we zagen net al een beetje beweging daar. Dus we gaan eens even kijken. Luxie, je hebt een mooie jurk aan. Oh nee, een rok is het. Een lange rok hebben de meisjes aan vandaag. Ja, mama, dat is ook een mooie jurk aan. Ja, vind je mooi? Ja, speciaal voor Luan. Mooi hè? Nee, ja, gewoon voor zijn verjaardag. Mooi jurk aan. Nou, zullen ze al wakker zijn, jongens? Ja, jullie weten het, hè? Jullie waren vanochtend al bij de caravan. Ja, ze zijn wakker. Opa die staat op te trillen op zijn voeten. Oh. Kijk, hier zijn we. Bij de stal van opa en oma. Zijn ze al wakker, jongens? Zijn ze al wakker? Kijk, zitten nog lekker aan de koffie. Laat ze zo. Ja. Goedemorgen, opa. Hé, hoe is het, Pipje? Oscar. Hier heeft hij gisteravond geslapen, samen met Lucilla. Oh, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. We doen wel een afstandsbediening. En dan moeten we even recht. Oh, kijk. Kijk, hier hebben ze gisteren vannacht geslapen. Ja, jongen. En ik heb bij jullie al geslapen. Hebben jullie samen geslapen? Ja? Oh, samen hier? Ja. Dat is toch wel gezellig, hè? Samen in bed. Ja. Nou, jongen, dan gaan we eens even kijken wat opa en oma voor jou een petto hebben. Ja. Kijk, deze lichtjes heb ik normaal aan. Oh ja, hele mooie lichtjes, jongen. Wit. Een beetje je caravan even opgepimpt. Ja. Nou, mannen, gefeliciteerd met je grote zoon. Jullie ook met jullie grote kleinzoon. Met een grote zoon. Oh, kijk, opa heeft een t-shirt eraan. Opa weet alles. Opa weet alles. Heb je die gekregen? Heb je een nieuw horloge? Ja, ik had geen horloge. Had je geen horloge? Nee, al tussen konden. En daarom zingen wij plop, 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 plop. Leven lang, hoera, hoera, hij leven lang, hoera, hoera, hij leven lang, hoera, hoera. Je bent wip, 10 keer! Hoera, 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 nu al is 10 jaar. Ja, kijk daar. Nee, ach, kijk wat leuk. Nou. Camping Wild. Zeker. 10 jaar. Oh. Lieve tiener Luan. Vandaag op deze speciale verjaardag een speciaal cadeau. We hopen dat je het mooi vindt. En we wensen je heel veel gezellig uurtjes met dit cadeau. Veel liefs opa en oma. Je bent 10 jaar. Gefeliciteerd. Nu je leeftijd uit 2 cijfers bestaat. Hoop je zeker ook dat je 2 keer zoveel zakgeld krijgt. Dan mag hij er doorheen. Nu mag hij er doorheen. Spannend, spannend. Wauw. Oh, kijk naar dat bord, Luan. Kijk, daar. Luan, 10 jaar. Oh, kijk eens. En hier, dit is onze filmdoekposter van de première. Die heeft ze hier helemaal neergehangen. Dit is wel erg leuk, jongens. Eerst een mannetje zo. Dan wat drinkpannen. Komt ie, hè? Papa. Hij gaat voor je zak weer terug. Wat is dit allemaal, jongen? Hey. Wat een leuk is allemaal. Helemaal leuk is allemaal. Oeh. Oei, fietsen, jongen. Ah, dat gaat best goed al. Voor de eerste keer. Wat zei je ervan? Niet alleen maar de tafel, maar de hele ruimte hier, jongen. Dat is zo mooi ingericht voor je. Heel leuk. Goed zo, Sil. Ja, kun je disco houden, Luan? Oh. Oh. Is hier bovenop een plankje? Met een cd'tje? Ja. Ja, echt? Ja. Hoe dan wel? Wauw. Woehoe, daar zijn we. Zullen we Luxie gaan beginnen aan een pakje joelen met Luxie? Terwijl mama nu al nog even flink oefenen. En de pingpong. Tongetje uit de mond, kijk dan. Ja. 101 Luxie en Lucilla. Focus. Wauw. Bijna. Ja. Goed zo. Heel op de tafel. Gezellig, jongens. Zo, Lucilla. Kijk eens, we gaan helemaal los, hè. We maken ons hier uurtjes. Hè? Leuk gedaan, hè? Opa weet alles. Mama, vind je het niet leuk als we hier ophangen? Dat mag je zelf weten. Gaan wij zo doen? Ja? Papa, die vindt het ook allemaal leuk, hè? Hier? Nou. Oh, fijn. Wat netjes. Oh. Best netjes. Hey. Op eners. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Vroeger deed je dan ook rond de... Ja, rond de tafel, hè? Ja. En dan moet je allemaal een bedje hebben en je gaat rennen op de tafel. En er staat een paal in er. Ja, er staat ook een paal in er. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20. 1, 2, 3, 4. Goed, 5. Luxie is met papa uit het joelen. Hey, Luxie. Oeh, dat is Luxie. Luxie kan ook heel goed joelen. Heel goed joelen. 2. Nou, dit hebben ze toch leuk gemaakt, hè? 1. Heel leuk. Ja, dat hebben ze toch leuk gemaakt, hè, die opa? Zeker. Van jou. 6. Heel leuk gedaan, dit. Nou, echt weer een hele speelruimte erbij gecreëerd. Hier in de schuur bij opa en oma. Met allemaal leuke dingetjes. Sjoelen, tafeltennissen. Luan is aan de slag. Of hoe noem je dat? Aan zet? Nee. Luan is in de opslag? Ja, in de opslag. 1, 2, 3, netjes. 4, 5, 6, 7. 7 keer, jongen. Top. Nou, de schoolzusjes, die gaan we school. Ja, leuk. Ik zie het een mooi school, eigenlijk. Nou, Sil, ga de start. A voor de start. A. Nee. 4. 6. Nou, gezellig, jongens. Opa en oma, ik zeg super leuk gedaan. Bellinga camping wel tevreden. Voor mij heeft een lekker plekje op de bank gevonden. Ja. Nou is het de beurt aan papa en opa. Oh, mooi, opa. Maar eens even een goed potje zien. 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oeh, 20. Dat is het record nu. Oeh. Is nu papa aan het. Oh, papa. 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Woe! Ah, dat was de lens! Dat was wel heel raak. Recht van Lucilla. Goed zo, Lucilla. Lucilla heeft hele rake ballen. We gaan op het plafond, bij de lampje. Lucilla is een vallen dik. Ja. Woe! En Luan is hier weer met Luxie met de shoebak. Ja. En Luxie gaat weer shoelen. En we vermaken ons perfect in de stal, maar we zouden vergeten hoe mooi het buiten is. Ja, Lucius doet even een pauze en dan komt tante Sonja op visite en dan gaan we lekker in het tennisbaan. Waterparadijs zetten. Ja, jullie konijntjes voeren? Ja. Nou, tot straks. Nou jongens, ondertussen hebben we heerlijk ons terrasje opgebouwd op de tennisbaan zoals jullie zien. Ik heb genoeg parasolletjes hierheen gehaald dat we daar lekker kunnen zitten in de schaduw. En daar kunnen ze lekker op het kleedje zitten in de schaduw. En zoals jullie gisteren hebben gezien hadden we het waterpark opgebouwd met het springkussen. Kijk. En de meisjes zijn al heerlijk lekker aan het spetteren. Hallo, is het lekker? Ja. Is het een lekker badje? Lucilla zit daar bij de sproeier en Luxie zit daar bij de sproeier. Hm? Nou heerlijk jongens, we hebben een lekker zonnetje vandaag. En dan kunnen we vandaag heerlijk hier lekker vertoeven. Op de tennisbaan. Met het water- en speelpark voor ons. Waar is je ijswater op? En wat heb je nog meer gekregen van boer? Een chippy. En Lucius, lekker chippy jongen. Oh, Lucie is de eerste chippy, Luan. Hey, van 1 jaar naar 10 jaar. Dus die doen ook lekker op chippies. Nou, de meisjes zitten daar in het zonnetje. Lekker popcorn te eten. Lekker warm meisjes in het zonnetje. Ja, dat is wel iets smakelijk, hè? Heerlijk, hè? Nou, dan komt de catering aan. Ach, de catering. Nee. Niet de catering, maar de spelotheek. Creatieve mama. Kijk, en je kunt ook met zo'n band van die vrijbaan. Mama gaat met de band, jongens. Ach, mama, mama. Mama zit vol idee. Trots op jou. Goed voor jou. Allemaal spelen dingetjes. Oh, mooie bal en Jan. Handjes voor papa. Oh, dankjewel. Hey, jullie zijn opa, Sonja, welkom. Opa Luan zijn 10e verjaardag. Ja, dan zul jij een arm in het gips. Ik kan het niet sturen, hè? Zus. Oh, je bent vlak warm. Het is warm, we gaan zo van de glijbaan. Oh, een beertje ook mee, gezellig beertje. Ga lekker in de schaduw zitten. Tot zo, hè, moeder? Ga je naar het winkeltje? Ja. Naar het mama winkeltje, hè? Gezellig jongens, in de schaduw. Oh! Alleen voor jou, hè? Ja, alleen voor mij. Zo. Wat heb je gekregen? Dat zijn chocolaatjes. Ja, Luan, je grote neef zit in het buitenland op vakantie met zijn vrienden. En je andere neef die moest werken. Oh, deze zijn lekker! Ja, toch? Heel ja, maar toch. Heel jammer. Ja, heel jammer. Ze zitten in het buitenland. Ah, dus, ja, dus vakantie. Ja. En dan, dag is dan 9, dus altijd zijn. Iedereen is op vakantie. Vakantie. Ach, als laag. Ja, een beetje jaloers. Kom maar kijken. Die zijn heel zuur. Kom maar kijken. Een firewall. Welke? Granaten, wat zit erin? Ja. Wat zit erin? Granaten. Kom een Lidl hebben wij. Wat zal erin zitten? Een hele mooie. Wow, kijk eens. Dat zijn mooie pingpongers. En wie snoept er lekker mee met de chipjes? Kijk eens, Lucius. Kleine Jan krijgt van opa Jan een eerste chipje, hoor. Ik vind het lekker dat hij dat vindt, die chipjes. Ja, het ligt ook wel. Lekker dat hij dat vindt. Mag ik van water? Een beetje water, weg. Leven, lang zal hij leven. Lang zal hij leven in de glorie. In de glorie. Ja. In de glorie. Oh, ze is oud. Liep voor de piep. Hoera! Liep voor de piep. Hoera, even snel. Het moment, jongens. Oh. Auw, mijn vinger. Oh. Kijk uit voor je vingers. Nou, blazen. Yay! Uit. Hij is er weer uit, schat. Hij is er weer uit. Oh, hier. We krijgen een hittegolf, jongens. Nee, hoor. Wel. Nee, dat wist ik niet. Nou, ga maar aan de tafeltje zitten, Cella. Dat is makkelijker, denk ik, of niet? Gaan we zo opzoeken? Nee, ga ik zo. Ja. Nou, heerlijk. Wil je een grote of een kleine? Slank en vet, vraag mama hoe het zit. Voor de dominee op de sloffen voorbij komen, jongens. Dat is een goed teken. Ja, gewoon betaald dan, hè? Zo. Al betaald. Ja, nee, anders denken ze dat het reclame is. Dat we dat moesten zeggen. Ja, anders denken ze wel. Oh, zie. Kom weer op SBS 6. Ja. Dat is lekker, kerel. Smaakt die, Luxie? Luxie eet altijd eerst een slagroom ervan af. Echt waar? Yes, alles in etappes. Hij is wel heel lekker, hoor. Hij is heerlijk. Nou, eet smakelijk, jongen. Eet smakelijk. Op jouw 10e verjaardag, hè? Oh, ja. We hebben hier nog weer een nieuw debuut. Jongens, eventjes. 8% voor. Voor de disclaimer, ook shownieuws, kijk. Dit is 0%. Dit is gewoon kinderchampagne. Gewoon kinderchampagne van Jip en Janneke van Nema. Nou. Ga hem knallen, jongen. Jezus, Jip en Janneke, jongen. Nou, Jip en Janneke. Ja, even, je moet wel even schudden. Dan. Ja, wat zegt toch, hoor. Ja. Nee, nee, nee. Oh. Hé, maar goed. Oh ja. Dat is zonde. Nou, kijk eens. Is die lekker? Is het ook koud? Ja, heel koud. Het is een hele lekkere kinderwijn, jongens. Pruttel, jongens. Op de pruttel, jongen. Op de pruttelproeverij. Op de pruttelproeverij. Uitje voor de sfeer, hè? Doe dat eens. Koolzuur. Lekker, lekker appel. Ja. Beter, hè? Lekker. 0,0%, jongens. Net zo lekker. En de wijn die bewaren voor opa en oma. Dit is geen fire. Zuur. Daar gaat hij, hè? Nee. Nee. Maar opa. Niet overgeven op de tennisbaan, opa. Ja, ja, nee, ja. Mama, doe maar even. Mama. Gaat over, opa. Voel je de zuur? Ja. Nou, mama zei het is nou lang genoeg geweest. Mama gaat bij je spatten. Veel plezier, mama. Niet te hard, hè? Jongens, heerlijk. Nou, we hebben hier een lekkere poedelbakje in. Hier kunnen we naar boven klimmen. Ga je met de aardbei? Oeh. Nog eerst, mama. Nou, we gaan eens even kijken hoe we erop komen. Als jullie denken, wat is het voor geluid? Dat zijn die blazers. Die alles in de lucht houden. Nou, daar gaan we, hoor. Eerst je opklimmen. Oh. 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 Kijk, nou zijn we boven. Ik ga. Oké. Nou, daar gaat Lucilla. Woehoe! Lagen, Luxie. 1, 2. Je verliest je ding. Het is ook wel lekker hierboven, hoor, moet ik heel eerlijk zeggen. Nou, ik ben dus hier naar boven geklommen. En dan zie je de glijbaan. Oh. 1. Oeh, wesp. Ik wil even kijken voor wespen. 1, 2, 3. Ik glij niet. Ik moet toch een beetje nat worden. Heb je geen emmertje water? Help mama van de glijbaan, jongens. Ah, die hebben een emmertje. Ah, die villa. Nou, ja, kijk. Nou, ging je daar snel. Ja, dan gaat hij opeens heel snel, hè? Oh, kijk, Lucius komt er ook bij in. Dat is een jongen. Woe! Oh. In. Kijk hem staan, kijk hem staan. Kerel, kan jij goed staan? Daar zitten allemaal leuke spulletjes in. Daar kan je lekker mee spelen. Nee, je hebt zijn haartjes weer met zonnebrand gedaan. Omdat hij de mutjes altijd afdoet. Ja, die er maar mee spelen. Kom Luxie weer langs, de arbeid. Doet, doet het dan al. Doei. Woehoe, oh, wie komt hier weer door? Het is Luxie. Woehoe, wat zie je? blommetje. Oh. Hij is te groot. Is te groot, ja. Kijk, Lucille vindt die band ook mooi. Hé jongen, waar gaat de band naartoe? Waar gaat de band naartoe? Wat moet hij hier naartoe? Hé. Oei. Kijk zo. Oh, kijk uit voor Lucius, jongens. Even, kijk eens, wat zit hierin? Kijk, kannetje. Kannetje water. Dat is mooi. Dat is mooi, liefie. Kan je een kopje thee maken? Ja, een kopje thee maken. Ah. Nou, Luxie. Ah. Oei. Oh, Lucilla. Oei. Dit is mooi, hè, liefie. Dit is mooi. Luxie ligt hier lekker met poppetje. Is het lekker, schatje? Is dat jouw baby? Jouw baby op? Heb je die gevonden? Er komt nog iemand aan. Hey. Bommetje! Hey, 2, 3, go! Zo hè? Go! Zo. Dit bij mij, dit bij mij. Ja. 1, 2, 3, go. Zo. Wauw. Nog een keer. 1, 2, 3, go. Nee, ik ben gisteren geweest. Oh. Nou, moeder, lekker bruin hier. Ja. Ik doe het alvast en ik neem de volgende ronde aan toosjes mee. Lekker bruin worden. Ondertussen zijn wij een hele tijd verder. En Luan die heeft de drone opgeladen. Kijk, die zijn nu aan het eind van de middag. Maar het is een accu. Oh, een accu. Een accu, en die kun je... Oh, die heb je daarin zitten. Kijk, dit is hem. Kijk, ik kan mijn lampjes zo even aan doen. Wauw. Leuk jongen. Cool, hè? Dit is dus de afstandsbediening en die kun je dus met je telefoon bedienen. Kun je ja, die kun je er dan in doen. En dan kan je ermee... Maar we gaan eerst even lekker barbecuen. En we beloven jullie morgen, jongens, de beeldjes te laten zien van wat Luan zo meteen gaat oefenen. Ja. Want we gaan nu eerst... Want dan wordt ook een hele lange vlog. Dus ja, dat bewaren we voor morgen. Dat bewaren we voor morgen. Gaan jullie morgen zien. De eerste droombeelden van Luan. Nu hebben we de broodjes klaargemaakt. Ondertussen heb ik eventjes een jurkje over mijn bikini gedaan, jongens. Zullen we hier uitgaan? Ja. We hebben lekker gespeeld de hele middag in het waterpark. Lekker gezond. Lekker gechilled. En het is allemaal prima te vertoeven, zolang je maar een beetje bij het water zit en onder de parasol. Want het is echt, nou ik denk dat het 30 graden is vandaag. We gaan ook lekker barbecuen, dus ik heb hier de broodjes meegenomen. Opa heeft de pan al aangezet. Ik ruik al barbecue. Heerlijk lekker weer om lekker jouw verjaardag af te sluiten met een lekkere barbecue. Ja, mama, ik ben nu echt jarig. Ja. Oh. Het is 5:30 geweest. Ah, ja, toen ben je geboren. Ik heb mijn iPhone de wekker aangezet. Ah, echt waar? Dus ja. Ja, toen ben ik geboren. Welkom op 9 augustus 17:26 aan onze geboren zoon Luan Daniel Junior Belling. Daar is hij dan. Ja, hier ben ik dan. Met onze lieve Luan. Daniel Junior Belling. Precies. Hier hebben we de vleesjes. Ja, dat is beter. Hier, dat ziet er lekker uit ook, hè? En het ruikt ook heerlijk. Het is dat je niet kan ruiken door de camera. Maar het is een lekkere barbecue lucht. Hier doe je ook een bordje. En dan gaan we lekker hier zitten. We zijn hier lekker aan het spelen. Heel lang gespeeld, een badje. Lucius is weer wakker. Broodjes hier neer. Misschien iemand hier aan een broodje. Even kijken. Kijk eens, jongen. Zie je een lekker broodje? Dat is lekker. Lekker slaapje gedaan. Nou, en we hebben hier lekker de sausjes neergezet. Drinken. Dan kunnen we lekker genieten van de barbecue, jongens. Heerlijk. Eet smakelijk, oma. Ja, eet smakelijk. Zo, vol bord. Oh, dat is niet alleen voor jou. Ik denk al, oma heeft honger. Maar. Lekker. Nou, Luan, dat was een leuke 10e verjaardag, vriend. Ik zeg, eet smakelijk allemaal. En opa die bereidt de laatste vleesjes op de pan. Zo, dit was Luan's 10e verjaardag. We hopen dat jullie het leuk vonden. Doe de duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. We zien morgen weer in het nieuwe. Tot morgen. Eet smakelijk. Bedankt opa voor de lekkere vleesjes. Voor de vuur dan. Toedeloe. Tot morgen. Doeg. Samen maken we van elke dag een feest. Samen is alles beter. Zet het huis op stelten. Blijf de dag, want de tijd vliegt snel voorbij.